In 1995 werd de VN-enclave Srebrenica onder de voet gelopen door Servische krachten. Dutchbat was daar om in principe de enclave te verdedigen. Dat is niet gelukt. Er zijn minstens 8000 mensen vermoord. En die gebeurtenis is door het oorlogstribunaal als genocide bestempeld. Het is een spook omdat het een ongrijpbaarheid heeft. Srebrenica duikt in allerlei gedaanten steeds weer op. Dat is er in eerste instantie in de individuele levens van de mensen die het overleefd hebben, die naasten verloren zijn in Srebrenica. Het spookt ook rond in de individuele levens van veel Dutchbatters. Dat kan ook ernstige trauma's tot gevolg hebben. Maar dat is niet de enige manier waarop ik praat over het spook. Het spookt ook rond in de internationale politiek. In de manier waarop we ons verhouden tot nieuwe humanitaire crises in de wereld. I gave the order to defend themselves. Dat is een origine Srebrenica. Yes. Wat bagas van Srebrenica die niet kon je napada. Je zou kunnen zeggen, we hebben een belofte gedaan, een verwachting gewekt van wij zijn daar, we noemen het safe area, dus wij beschermen dat. En dat is niet gelukt. Daarom heeft dat ook zo direct geraakt aan de Nederlandse identiteit en over wie wij denken te kunnen zijn in die wereld. Ik denk dat de meeste mensen het er wel over eens zijn dat we lessen moeten leren van Srebrenica. De grote vraag is echter wel, welke lessen moeten we daarvan leren? En daar wordt anders over gedacht. Er wordt ook hier op de Nederlandse Defensieacademie wordt lesgegeven over Srebrenica op verschillende manieren. Op het gebied van internationale militaire ethiek. Er zijn heel veel ethische dilemma's die zich voor hebben gedaan in die situatie van Srebrenica, maar die een bepaalde relevantie hebben ook voor toekomstige missies. Het blijft een probleem dat het verhaal op verschillende manieren verteld kan worden, zelfs als we het eens zijn over de feiten, en dat daar ook verschillend soort lessen bij horen.